Waarom voert de non-profit vandaag ook actie? Wel, een beter werknemersstatuut is belangrijk voor iedereen, voor alle sectoren. En daarom zijn we hier ook vandaag samen. Ook voor de non-profit is dat heel belangrijk. Want men denkt misschien wel, daar is al een en ander geregeld. En dat klopt eigenlijk voor een deel. We hebben bijvoorbeeld de Karensdag. Dat is de eerste dag ziekte waarvoor je geen loon kreeg of krijgt als arbeider. We hebben die al afgeschaft in 1998, dat is 15 jaar geleden. Omdat wij vonden dat is een middeleeuwse straf voor iemand zijn loon af te pakken omdat je ziek bent. Dat is niet van deze tijd. Maar wij willen dus nu ook helemaal niet dat dat terug wordt ingevoerd. 15 jaar later de klok nu opnieuw terugdraaien. En opnieuw die Karensdag invoeren zoals dat de werkgevers willen, dat is complete waanzin. Nu, ook op vlak van de opzichttermijnen zijn wij betrokken partij zoals iedereen. Want de bedienden in de non-profit moeten zeker niet denken, dat gaat hier niet over ons. Ik heb toch een bediendencontract. Want juist zij hebben ook veel te verliezen. Zij moeten er mee voor zorgen dat we er niet op achteruit gaan. En we hebben ook voor de arbeiders beter opzichttermijnen al onderhandeld en overeengekomen. Waardoor de opzichttermijnen van de arbeiders in heel veel gevallen verbeterd zijn. En van sommige groepen hebben ze zelfs een volledig bediendenstatuut gegeven. Dus die realisaties die wij hebben, die moeten natuurlijk niet erop achteruit gaan. Want een oplossing voor het werknemersstatuut, dat kan je niet doen door afbraak van het ene om iets anders op te bouwen. Dus onze stelling, samen met alle sectoren trouwens, dat is wij moeten er met z'n allen op een degelijke, goede manier uitkomen. En daar zijn goede voorstellen voor gedaan vanuit het ACV en vanuit LBC. Dus die voorstellen die moeten aan bod komen in de onderhandelingen. En niet zomaar een regeringsvoorstel dat de werkgevers zou volgen, want dan vrees ik het ergste. Dan zal het gaan om afbraak en niet om opbouw. En daarom zijn wij hier samen met iedereen.